De Bibliotheek van Veendam organiseerde zaterdagmiddag een gunniger middag om het belang van de Groninger taal en de provincie Groningen te benadrukken. En dat deden ze met verschillende activiteiten. Ja, wij vinden het belangrijk vanuit de bibliotheek om elk jaar toch een beetje aandacht te besteden aan het, de provincie, het Gronings aan zich. En we willen dan de taal ook wel wat centraal stellen. Dus we hebben nu een liedjescafé met Groningse liedjes. Een bekende Groninger, Erik Hulzegger, is vandaag geweest. Om zo ook, het zijn vooral wat oudere mensen die we dan trekken, maar die het wel heel erg leuk vinden om een gezellige middag op die manier te hebben. Het publiek vermaakte zich goed op de regenachtige zaterdagmiddag en tijdens de kennisquiz werd er zelfs fanatiek meegespeeld. Straks hebben we nog een aflevering van Veendammer Klauk. Dat is een leuke quizvorm die we nou in het Veendammer sausje hebben gegoten. Er is iemand bij ons, Thomas, die dan ook speciale vragen heeft bedacht. Niet speciaal over Veendammer, maar wel gewoon die in principe hier leven of kunnen leven. En na een derde jaar op rij is de vraag, volgend jaar weer? Volgend jaar gaan we het zeker weer doen, alleen wel altijd een beetje een andere formule. Het is wel elk jaar een beetje vernieuwen. We willen niet altijd hetzelfde, maar bepaalde succesformules houden we, ja.